Agenda punt 11 is de structuurvisie Nuenen-Zuid, waarbij uw raad wordt gevraagd om de structuurvisie Nuenen-Zuid vast te stellen. En het doel van de structuurvisie is om een integrale visie te realiseren op het gebied rondom winkelcentrum Kernkwartier, gelegen in Nuenen-Zuid. De structuurvisie is de basis. Al een paar maanden waren er heftige spanningen ontstaan bij betrokkenen over de plannen voor Nuenen-Zuid. Op donderdag 28 maart jongstleden werd een voorstel van CDA-wethouder Carolien van Brakel op het allerlaatste moment van de agenda afgehaald wegens onvoldoende draagvlak. Na een besloten vergadering op 10 april jongstleden had de coalitie een compromis gesloten over Nuenen-Zuid. Ik hoorde hier mijn bijdrage namens woongroep De Mijlpaal, een andere locatie dus. Na een periode van onzekerheid waren onze leden 3 maanden geleden enthousiast. Dat was na de vergadering van de commissie Ruimte van 29 januari. Wij hebben gepleit voor dat de woongroep terecht kan komen op locatie waar nu basisschool De Mijlpaal staat. En wij pleiten ervoor dat de hele locatie van De Mijlpaal voor de woongroep beschikbaar komt. Want, zoals de huisarts die ingesproken heeft ook al zegt, als we die locatie moeten delen met het gezondheidscentrum, wordt het wel krap. Wat is er vanavond min of meer toegezegd? Nou, het nieuwe van vanavond is dat nu zwart op wit staat in het raadsbesluit dat op de locatie van de basisschool de woningbouw komt en dat de woongroep De Mijlpaal daar een optie op heeft. Maar het probleem wat Flip aangeeft, het blijft dat het te klein wordt als we daar moeten delen met het medisch centrum. En dan gaat, ja, van onze doelstelling die wij heel duidelijk hebben, gaat een hele hoop verloren. Geacht college, waarde raadsleden. Mijn naam is Alex Appel en ik mag namens het actieplatform Nuenen-Zuid wederom het woord naar u richten. En bij de oprichting van het actieplatform Nuenen-Zuid hebben wij 7 uitgangspunten geformuleerd. U was een van de insprekers vanavond. Kunt u even toelichten wat u heeft ingebracht? Wij hebben eigenlijk het standpunt van actieplatform Nuenen-Zuid naar voren gebracht. Wij zijn daarin ingegaan op de bouwhoogtes, de plaats van de Hongerman, natuurlijk het zorgcentrum, de woonplek initiatief van De Mijlpaal. En daarnaast hebben wij nog een aantal andere punten in mogen brengen. Die hopelijk in de nabije toekomst ten uitvoer gebracht worden. Geachte college, raadsleden, dames en heren. Volgens het Eindhovens Dagblad is de politieke crisis in Nuenen afgewend. Maar zijn de problemen van de bewoners van Nuenen-Zuid daarmee opgelost? Coalitiepartners schijnen op hoofdlijnen overeenstemming bereikt te hebben over de bouwontwikkeling van Nuenen-Zuid. Bent u tevreden over wat u vanavond heeft gehoord? Dat is een moeilijke vraag, want tevreden zijn is natuurlijk in zo'n ingewikkeld dossier wel erg moeilijk. Kijk, als inspreker voor het onderdeel Wederdrecht 2 was het maar een klein stukje van de totale structuurvisie. En ik ben wel blij om te merken dat eindelijk de Wederdrecht 2 ook een politieke aandacht heeft gekregen. Want dat was de andere keer absoluut niet. Weliswaar was het resultaat in het amendement niet zo erg groot, maar in ieder geval iets waar nu officieel vast ligt, dat wij als omwonenden meer inspraak, samenwerking, in ieder geval dat we er beter bij betrokken worden dan tot op heden gebeurd is. Kunt u vertellen wat er nou precies in dat amendement stond over Wederdrecht 2? Nou, er staat aangegeven dat de maximale bouwhoogte 2 met een kap zal zijn. En dat het absoluut noodzakelijk is om in samenwerking met de omwonenden het traject verder te ontwikkelen. Ik ben benieuwd hoe dat verder uitpakt. Maar omdat het nu nadrukkelijk vermeld staat, denk ik dat we ook eigenlijk ervan uit kunnen gaan dat we beter gehoord worden. We gaan over tot besluitvorming. Wie van u is... Op donderdag 25 april heeft de gemeenteraad besloten dat er geen hoogbouw komt in Nuenen-Zuid. De maximale bouwhoogte in de woonwijk is vastgesteld op 3 woonlagen. Alleen voor de Vinkenhofjes zijn 4 woonlagen mogelijk. Dit alles om het dorpse karakter te waarborgen. Helpt Elkander blijft echter van mening dat 5 of zelfs 6 woonlagen nodig zijn. Over sporthal De Hongerman is nog steeds geen duidelijkheid gekomen wat betreft de definitieve plaats van de nieuwbouw. Wel werd er een streep gehaald door de woningbouw op het winkelcentrum Kernkwartier.
Dit tot grote tevredenheid van het actieplatform Nuenen-Zuid. Wie van u is voor het gewijzigde raadsvoorstel? Voor stemmen de fracties van W70, de VVD, GroenLinks, de combinatie, het CDA en de SP. Wie van u is tegen het gewijzigde raadsvoorstel? Dat zijn de fracties van de Partij van de Arbeid D66. Daarmee is het raadsvoorstel aangenomen.